Dag lieve kijkers, welkom bij een nieuwe video. Ik sta vandaag in een verlaten huis. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat zeggen waar ik nu sta. Ik ben vandaag eigenlijk een beetje aan het zoeken naar locaties. En ik ben dit eigenlijk gewoon tegengekomen. Dus ik denk dat het gewoon een beetje nu de bedoeling is om te kijken van wat er hier eventueel te zien valt. En voor jullie ook, om een beetje entertainment te hebben. Veel kan ik gewoon niet zeggen. Ik ben zojuist al eens gaan kijken. Ik zie wel enkele kandelaars hangen en wel iets vreemds, dat ga ik jullie direct laten zien. Maar ik weet gewoon, ik ken de geschiedenis hier niet zo goed van. Maar goed, als jullie mijn video's leuk vinden, abonneer, geef een like en een toffe reactie. Let's do it. Zie, dit had ik zojuist al gezien. Zo, een kartonnen kruisje precies. Ik weet niet wat dat is. Heel raar. Nu, dit huis staat al een tijdje leeg, maar het ziet er echt wel creepy uit hoor. Meestal, als ik in een verlaten huis binnen ga, dan controleer ik of ga ik even kijken zonder camera of dat er niemand is en dan pas begin ik te filmen. Vandaar. Dit huis ziet er redelijk eng uit van binnen. En ik hoor heel rare geluiden hier. Jullie moeten direct maar eens luisteren, ik hoor heel rare geluiden hier. Nu, ik ben heel lange tijd op zoek geweest naar een goede microfoon. En waarom een goede microfoon? Dat alles goed hoorbaar is. Achtergrondgeluiden, de geluiden, of ja, mijn stem liever. Dat het allemaal goed hoorbaar is, want ik heb in het verleden zo'n microfoontjes gehad van 20, 25 euro. En ik moet zeggen dat dat niet echt hut van hut is, de kwaliteit. Dus het moet echt wel goed zijn. Nu, als ik ergens ga filmen en ik hoor achtergrondgeluiden, dan moeten die natuurlijk hoorbaar zijn op de video. En daarvoor gebruik ik, of daarvoor heb ik nu eigenlijk, de Comica V30 Pro. Het is eigenlijk heel gemakkelijk als jullie zelf bijvoorbeeld gaan filmen. Kan het geluid plus 10 decibel harder zetten. Dat betekent dat het geluid extra harder hoorbaar is eigenlijk. Ik gebruik dat eigenlijk altijd als ik ga filmen, zodat mijn achtergrondgeluiden, dus de geluiden die gemaakt worden, waar ik geen invloed op heb, in een huis bijvoorbeeld, dat die goed hoorbaar zijn. Dus dan kun je dat eigenlijk op plus 10 decibel zetten en dan is dat allemaal nog veel scherper of veel meer hoorbaar eigenlijk. Ik beveel het alleen maar aan als jullie zelf willen gaan filmen ooit of zo. Dit is echt een goede microfoon. Ik ben er echt heel tevreden van. Ik zeg het, in een van mijn eerste filmpjes had ik nog gewoon het geluid van mijn smartphone en dan was ze allemaal niet zo heel goed hoorbaar. En dan ben ik zo wat gaan zoeken naar microfoontjes. Ja, niet zo hele dure. Deze kost 65 euro. Kan je gewoon aansluiten aan een telefoon of een smartphone liever, of een gewone camera als jullie willen gaan filmen. Maar dit is echt wel de moeite waard. Het is misschien een kleine investering, maar het is echt wel de moeite waard. Dus ik zou zeggen, als jullie zelf willen gaan filmen, Comica V30 Pro, echt heel goed. Ik ben er echt heel tevreden van. Terug over naar de video. Ik weet niet wat dit... Ah, hier, dit is nog een kelder, zie ik. Jullie weten het, like. Ik ga nu de kelder in gaan. Oh, dit is creepy. Wat is dat voor iets? Precies een strafkot of zo. Ja, in die kelder staan altijd van die oude boilers, hè. Ja, zeker in die oude huizen, dat staan altijd van die oude boilers in de kelder. Maar ik kan niet verder gaan, er staat nogal veel rommel. Hier staat nog een oude telefoon. Huh? Dat is raar. Hier is de keuken, denk ik. Maar... ik kan er niet door, excuseer, ik kan er niet door, want die deur staat op slot. Dat is ook raar. De deur van de keuken die op slot is. Hier is het wel vies.
Je moet oppassen met die glasscherven hier. Dat is echt wel gevaarlijk, hè. Zie, nu hoor ik weer iets, hè. Dat is echt raar. Nog een vieze spiegel. Bah. Wat is dat voor iets? Huh? Dat heb ik nog nooit gezien. Dat is precies een knook, een bot. Ah nee, toch niet. Dat is met zo'n stengel, een stok of zo, denk ik dat dat is. Wat een rare. Vreemd. Die luster hier. Die is precies hetzelfde als de huis waar Neil en ik naartoe zijn geweest als we verkleed waren. Of ja, niet verkleed eigenlijk, een beetje geschminkt, vampierenstijl. En dat is precies dezelfde luster. Precies dezelfde. Ik weet dat nog, ja, want die bewoog toen, jong. En Neil was toen niet goed, ja, die is de hele avond niet goed geweest. Even naar boven gaan. Hier komen rare geluiden uit. Nu, ik weet niet van welke kamer, maar hier komen wel heel vreemde geluiden. Ik weet dus niet wat er hier is gebeurd. Is er hier iemand gestorven? Ik zou het niet weten. Sommige huizen dragen altijd wel mysteries met zich mee, waarvan je de waarheid nooit echt zult weten. Kijk, nu is een vies oud behang. Oh, dat is vies. Oh, dat is vies hier. Nou, bezemsteel. Huh? Wat staat hierop? Stop le maître door. Er staan allemaal tekeningsjes van iemand. Een soort van kinderkamerke, of misschien was dit gewoon het bed van de grote mensen, om het zo te zeggen. En hadden die tekeningen van de kleinkinderen hangen of zo, dat kan ook. Maar dit staat echt wel lang leeg. Ook nog iets raar hier. Het is vreemd. Dat is Sneeuwwitje volgens mij. Een Baloo de beer. En dat is... Hoe heet die film weer? Ik kan er niet op komen. Ik kan het 100 keren zeggen, maar kan er nu niet op komen. Jullie weten wel welke film, denk ik. Kijk, nog een kamer van... Boy George. En George Michael. En dat is... Depeche Mode? Nee. Hoe heet ze weer? Nee, niet Depeche Mode. Hoe heet het weer? Pet Shop Boys, denk ik. Ja, Pet Shop Boys. En dat is Madonna. Ja, dat gaat een fan geweest zijn van Madonna, denk ik. Maar dat is echt nog 80's hier, hè. Dit is echt nog 80's style hier. Dat is teken dat het echt heel lang leeg staat. Hallo, is hier iemand? Hallo? Oké,
Kijk eens hoe oud dat die ramen zijn. Oh my. Echt oud. Als er hier iets zit, kan u alsjeblieft iets doen laten bewegen? Ik doe niemand geen kwaad hoor, ik ben hier zeker niet met slechte bedoelingen. Helemaal niet. Ik wil gewoon weten of dat hier iets aanwezig is. Kijk, een vlinderke. Nog warm. Dan weet ik nog vroeger in mijn kindertijd, waren er heel veel vlinders. En ik heb nu de indruk dat dat veel minder is. Dat is heel raar. Dat is precies veel minder. Kunt u iets doen laten bewegen, alsjeblieft? Is er iemand aanwezig hier? Zullen we hier nog in die kasten steken? Niks. Hier ook niet. Ook niet. Hier ook niet waarschijnlijk. Nee, niks. Wel een raar huis. En het rare is ook, als een huis eigenlijk niet verkocht geraakt, dan heeft dat een reden, denk ik dan. Oftewel is het huis gewoon heel slecht, een heel slechte staat, valt het niet meer te renoveren. Oftewel is er gewoon iets aan de hand met het huis, of met een huis. Nu, ik ken enkele huizen waarvan dat ze constant verhuurd worden. Dus eigenlijk trekken de... huurders in. En dan gaan die na een tijdje weer weg. En ik heb horen zeggen van de plaatsen dat ik ken, dat er het een en het ander niet pluis is. Rare geluiden. Heel rare. Zit hier iets kwaad? Huh? Juist als ik iets kwaad zeg, of zit er hier iets kwaad? Ik weet niet of dat hoorbaar was, ja of nee. Precies een slag of zo. Wilt u mij kwaad doen? Kan u deze luster bewegen, alsjeblieft? Of kan u een van de lusters doen bewegen? Is er hier iets aanwezig? Ik ga eens kijken, ik heb de kat 2 meter bij. Hè? Die is even aanzetten. Hier. Kan u de toestel aanraken, alsjeblieft? Heeft u de kracht om dit aan te raken? Laat het toestel maar afgaan, alsjeblieft. Vreemd. Nu, hier komen wel
Redelijk veel. Hier passeren wel auto's. Maar toch zijn die geluiden goed hoorbaar. Ik krijg er wel niet zo heel rare vibes door, zo. Ik voel me wel relaxed hier, zo op mijn gemak, dat wel. Maar ik hoor gewoon rare geluiden. Nu, dat kan misschien het hout zijn dat een beetje uitzet of kraakt. Maar ik weet het niet. Ik heb mijn twijfels erbij. Wat is dit hier? Daar ben ik nog niet geweest. Dat is ook iets raar. Ik denk een soort van... En hier is de oude waterpomp. En dan heb je nog zo'n creepy stoel hier staan. En hier was de kachel, ja, juist. Hier had je... Ja, oude mensen hadden dan natuurlijk in een huis staan, hè. Dat verwarmde dan zogezegd heel het huis. Het is raar hoe dat mensen vroeger leefden, hè. Kun je dat eigenlijk niet voorstellen, zoiets. WC's is een luxe. Vroeger moest mijn opa, hun poep afvegen met gazette papier of krantenpapier. Zo was dat vroeger. En die hadden buiten een kotje staan en daar misschien naar de wc gaan. Geen verwarming in de winter, niks. Ijskoud, dus kun je voorstellen, het is morgens opstaan. In de winter in min, hè, min 10, want vroeger was het heel koud. Min 10 op dat potteken gaan zitten, buiten. Boah. Ik ben blij dat er wc's zijn en dat er een verwarming op mijn wc staat. Ja, en daarom zijn die oudere mensen ook een beetje harder zo. Die luxe zijn die allemaal niet echt gewend wat wij nu hebben. Vandaar. Sommige oudere mensen kunnen zo vreemd reageren op hetgeen wat wij nu hebben. Wij weten niet hoe het vroeger was. Hoe zij het vroeger hadden, het werd ons wel verteld, maar wij kunnen dat ons niet voorstellen. En wij hebben in hun ogen, ja, wel een luxe leven, om het zo te zeggen. Ik kan het dan ook niet kwalijk nemen, zo. Raar huis. Goed, lieve kijkers. Ik ga hierbij ophouden. Het is een vreemd huis. Ik weet niet zo wat ik ervan moet opmaken. Ik weet het eigenlijk niet. Raar huis. Maar goed, als jullie mijn video's leuk vinden, abonneer, geef een like en een toffe reactie. Tot de volgende video.